Welkom bij een nieuwe aflevering van Weerwolven. Een aflevering met een aantal nieuwe regels. De grootste nieuwe regel: iedere speler die meedoet, heeft een rol. Er zijn dus niet alleen dorpelingen, weerwolven en een heks en een cupido, maar vandaag heeft iedere speler een rol. 12 rollen, 12 spelers. En hier ga ik even vertellen welke rollen er zijn. De burgemeester. Dit is de leider van de dorpelingen en het hele dorpje. Hij kan iedere nacht één speler controleren om te zien of hij of zij verdacht is of onschuldig. De held is een krachtige strijder in het dorpje en kan zichzelf 3 keer in de hele match op alert zetten in de nacht om iedereen af te slachten die hem een bezoekje brengt. De wachter is een geniepige dorpeling die iedere nacht 1 huisje mag uitkiezen om te controleren. Welke andere inwoners bezoeken het huisje? De beschermengel is een dorpeling die ervoor mag kiezen om 1 iemand te beschermen in de nacht. Dit kan ze echter maar 1 keer doen, want de 2e keer zal ze zichzelf ervoor moeten opofferen. Dan is er nog de dokter. De dokter is een dorpeling die iedere nacht 1 speler mag redden. Hij kan ook eenmalig zichzelf in bescherming nemen. Deze verleidster is een dorpeling die elke nacht 1 speler mag afleiden. Deze speler zal dan deze nacht niet zijn of haar taak kunnen volbrengen. De dorpsgek is een dorpeling die zichzelf wil laten opofferen door zijn mededorpelingen. En als het hem lukt, dan mag hij een aanval inzetten in de nacht dat hij sterft, zonder dat dit tegengehouden kan worden. De kwade dorpeling wil juist een andere dorpeling opofferen. Hij heeft zijn doel al gekozen, maar of het hem lukt, dat hoor je later. Dan zijn er nog de weerwolven. Allereerst de alfa-weerwolf, de leider van de groep. Hij kiest welke dorpeling er opgeofferd wordt in de nacht. Dan is er nog de beta. Dit is het hulpje van de alfa-weerwolf. Hij moet altijd naar de alfa-weerwolf luisteren. Maar als de alfa-weerwolf sterft, zal hij de keuzes mogen gaan maken. Dan is er nog de omega. Deze weerwolf staat los van de andere twee. Hij kan iedere nacht een andere speler verdacht maken voor de burgemeester. De burgemeester zal dan zien dat deze dorpeling een weerwolf is. En dat is best handig. En als laatste hebben we de moordenaar. Deze staat compleet los van de rest. Geen dorpeling, geen weerwolf. Zijn doel: iedereen vermoorden en als laatste overblijven. Een beetje te veel informatie? Lees dan rustig alle rollen nog eens door te klikken op de link in de beschrijving. En om het extra spannend te maken voor jou als kijker, krijg jij niet te weten wie welke rol is totdat ze sterven. Daarom nu de eerste nacht, verteld door mij, zonder de beelden van de spelers, maar met plaatjes uiteraard. En hier is dan nacht 1. Veel kijkplezier. In de eerste nacht is het de wachter die als eerste wakker wordt. De wachter besluit om het huisje van speler rood in de gaten te houden. Vervolgens wordt ook de verleidster wakker. De verleidster besluit om speler lichtblauw te verleiden. Speler lichtblauw kan hierdoor zijn taak niet uitvoeren. De held en de beschermengel besluiten deze eerste nacht rustig in hun huisje te blijven en die doen dus niets. Dit geeft de Omega Weerwolf de kans om iemand te misleiden. Hij kiest ervoor om donkergroen verdacht te maken voor de burgemeester. De burgemeester kiest er echter voor om speler lichtgroen te onderzoeken. Hij komt erachter dat speler lichtgroen onschuldig is. De beta-weerwolf wordt door de alfa-weerwolf opgedragen om speler lichtblauw te vermoorden. En de moordenaar besluit om speler donkergroen te vermoorden. Hierdoor sterven de dokter en de verleidster op nacht 1 en worden de andere dorpelingen wakker. Goedemorgen. 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 Lekker weertje weer. Gisteren weer hartstikke hevige donder en regen. Deze eerste nacht zijn spelers lichtblauw en donkergroen overleden. Dit waren de dokter en de verleidster. De laatste woorden van de verleidster zijn: deze eerste nacht heb ik willekeurig besloten om speler lichtblauw te verleiden. Hierdoor kon de dokter niemand beschermen. De laatste woorden van de dokter: het is begonnen. De apocalypse nadert. Ik ben degene die mensen kan healen en dus belangrijk voor de rest. Ik ging voor de eerste nacht maar Eva healen. Wat helaas niet lukte. Ik werd verleid. Voor de rest nog niks eigenlijk. Nee, ik heb nog geen informatie, niks dus. Nee, ook helemaal niks. Mij is nog helemaal niks opgevallen. Mij is ook nog niks opgevallen. Mij is ook nog niks opgevallen. Nou, mij lijkt het wel erg apart dat de verleidster juist de dokter verleidt. Maar dat de verleidster doodgaat. Mij is ook nog niet zoveel opgevallen. Ja, ik vind het wel een beetje raar dat precies 3 mensen boekjes halen.
of kleurtjes halen om te stemmen. Dat vind ik wel een beetje wat wolven doen. Want als er 3 wolven zijn in totaal, toevallig 3 mensen halen. Dat waren dus geel, groen en rood. Dus dat vond ik wel een beetje raar. Maar ja, ik weet niet. Me is nog niet echt heel erg iets opgevallen zo, maar ik dacht ik... Maar je wilt wel stemmen? Ik stem maar gewoon alvast. Ik vind random stemmers, dat is altijd wel een beetje raar. Of zeg ik nou wat geks? Nee, ik vind het ook wel raar. Ja, het is heel raar, Riftkick. Hoezo je weet zou dat het raar zijn? Ik weet... Je hebt kans om de wolf weg te halen. Ja, maar dat kan. Ja, maar er zijn meer goede mensen dan slechte mensen. Als je een beetje nadenkt, wie wilt er liever dat er meer mensen dood zijn? Daar heb je een punt. Ik heb nog niet gestemd. Kijk, het kan best wel een weerwolf zijn, hè? Dus dat kan misschien best wel goed uitkomen uiteindelijk. Ik heb luister, de kans dat het een weerwolf wordt is heel klein. Ja, dus weet je? Wie ging nou random stemmen? Ik ga alleen. Dat was Riftkick X. Ik heb alleen blokken gehaald. Mijn stem staat alvast. Sorry? Ik heb alleen blokken gehaald. Mijn stem staat alvast. Toch zijn er een aantal stemmen gevallen, maar daaruit blijkt niet dat er een meerderheid is, dus er hoeft niemand op het matje geroepen te worden. Jij gestemd, Mr. Cookie? Ja. Poppy? Geel. Oké, en Larsanya, op wie heb jij gestemd? Nee, ik heb uiteindelijk niet gestemd. Jij was naar beneden gelopen? Ja, maar ik ben weer teruggelopen. Ja, dat is niet waar, want Cookie heeft wel gestemd en er is geen meerderheid. Dus jij liegt gewoon nu. Ja, dat klopt. Dus zijn er 2 hebben gegooid, dan is er geen meerderheid, omdat er dan 2 verschillende blokjes maar als zijn. Alleen jij en Cookie zijn gegaan. Anders zouden je dus... er is geen meerderheid. Ja, dus maar ik gestemd. Kan bewijzen... Ik durf te bewijzen dat ik alle blokjes nog in mijn inventory heb. Ja, maar dat kan je niet, want Mr. Cookie zegt dat hij gestemd heeft. Of hij heeft ook niet gestemd. Ik heb gestemd. Want hoeveel blokjes liggen hier? Ik heb je niet gestemd omdat jullie me hebben overgehaald dat het inderdaad niet handig is dat we straks een niet goede mens opofferen. Toen kwam je al terug. Ja, ik kwam terug later. Toen jij dat zei. Je stemde eerst, toen kwam je terug. Ja, welk kleurtje bij jou terug? Ik heb niet gestemd. Kijk welk kleurtje je hebt hoor. Bruin. Kan ik mijn stem teruggaan of is dat niet mogelijk? Kevin, zou je me nog 1 blokje terug kunnen geven van de kleur? Ja. Oeps. Zeg het maar gewoon. Druk niet op shift Q. Dit is dus 1 blokje zwart, niet 5, maar dat was even een foutje van een speler. Maar grijs is ook nog een keer gegeven en dat betekent dat er 2 stemmen op grijs zijn en dat de spelers totaal random speler grijs op het matje roepen. Oh. Wat? Dit is totaal random. Dat is... klopt niks van. Wacht even. Ik denk ik wel iets van. Maar dan hebben jullie met 2 zonder elkaar gesproken te hebben op grijs gestemd. Ik heb niet op grijs gestemd. Ik heb helemaal... Ja, ook dat er grijs in zat, hè? Misschien kan ook, niet het kan ook zijn dat grijs er wel in zat, hè? Cookie, jij hebt op geel gestemd, zei je? Ja. Oké, en Kasp noemt, op wie heb jij gestemd dan? Ik heb op zwart gestemd. Op zwart. En, Tuinman. Ja? Op wie heb jij gestemd? Was het stil? Ja. Het is stil. Aan de overkant. Tuin, maar even, wie heb je gestemd op grijs? Nee. Oh. In groen. Op groen, maar zij heeft 2 stemmen erbij gekregen. Dat klopt niet, iemand liegt. Maar je kan niet mij aangekomen, maar ik heb het niet gedaan. Nee. Nou, ik ben totaal onschuldig. Ik heb echt niks fout gedaan. Ik snap niet waarom mensen op mij zouden stemmen. Ze heeft niks gezegd, dus ze is onschuldig. 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 ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed, want ja, ik weet niet, ik zou mensen niet zo snel vertrouwen, maar... Ja, oké, voor deze ene keer zou ik wel zeggen onschuldig. Onschuldig. Ja. Ik vind haar onschuldig, want ze heeft toch helemaal niks gezegd. 100%, ja, en Tuinman? 100% onschuldig. Ik ben sowieso voor onschuldig. Nou, wat ik wel verdacht vind, als het kan aan mij liggen ofzo, maar... Geel zat wel na te denken, schuldig of onschuldig? Ik had precies dezelfde gedachte, dus want voor deze ene keer spaar ik je. Dat is gewoon... Toch is er dus niemand opgeofferd deze eerste avond en daarmee gaan deze spelers terug naar hun kamer. En daarmee start nacht nummer 2 en daar gaat zeker iets gebeuren. De wachter is de eerste die ontwaakt in de nacht.
Hij besluit om het huisje van speler Roze in de gaten te houden. Ook de beschermengel wordt wakker deze nacht en die besluit om speler Grijs in bescherming te nemen. Dit na de beschuldigingen overdag. De burgemeester besluit om vannacht speler Rood te controleren. Hij komt erachter dat speler Rood een weerwolf is. De alfa-weerwolf heeft de beta-weerwolf opgedragen om speler Oranje te vermoorden. Maar voordat de beta-weerwolf dit kan doen, is het de moordenaar die de beta-weerwolf vermoordt. Hierdoor vermoorden de wolven dus niemand deze nacht en is het enkel de beta-weerwolf, oftewel speler Rood, die de ochtend niet zal halen. Nog een persoon. Heeft iemand misschien een reden, maar je ziet de moordenaar of de weerwolf is geblokkeerd. Want er is maar eentje dood. Ik ben nu wel echt benieuwd wat Rood was. Hoe bedoel je? Wat voor rol die had. Nee, ik bedoel tegen Roze. Normaal gaat toch iemand dood door de moordenaar en de wolf? Ja. Nu is er maar één dood. Er is één gesaved. Oh, ik weet, nee. Dat kan, is iemand gesaved als dat zo is? De beschermengel. Moeten we even kijken. Ja. Lars, mag ik uitbreken? Nu geel je gewoon doorheen. Wat het kan zijn, is dat... die zei dat hij de dokter was, diegene... Dat het wel gewoon de moordenaar was. En die dacht van... ik doe alsof ik dokter ben. En de verleidster kwam langs. En piep, best in de nek. Het is een beetje onduidelijk onder de spelers wat er gebeurd is. Maar speler Rood was wel degelijk een beta-weerwolf. En die is uitgeschakeld doordat de moordenaar had gekozen hem te killen. Woehoe! Nice. Ik zei het toch. Denker moordenaar. Ik ben die moordenaar nu zo dankbaar. Dus wie mag ik bedanken? Misschien jezelf? Ik wil dat niet onthuld worden. Was proberen. Mij is eigenlijk nog helemaal niks opgevallen. Ik ook niet. Ik weet wel dat ik Pickle Rick en Mr. Cookie heel erg vertrouw, omdat hun heel veel zeggen. En dat zijn eigenlijk, daar moet ik hun wel gelijk in geven. Ik vind wel dat Pickle Rick en Larsanje wel een van de meesten zijn die praten. En ik denk dat de rest misschien iets te verbergen heeft. Of gewoon erg, verlegen zijn. Nee, er is mij nog niet zo heel veel opgevallen. Maar ik denk juist dat de mensen die stil zijn misschien luisteren naar jullie informatie. Dat zou kunnen inderdaad. Nee, niet speciaal. Teunman die vertrouwt ik voor geen meter. Maar dat zei ik vorige ronde al. Maar dat was samen met, ik had het opgeschreven, geel, groen en rood. Geel vond ik dit. Dus zit je daar van het stemmen? Nou ja, ik weet niet of per se heel veel praten zo goed maakt of zo. Maar tot nu toe heb ik niet echt heel erg een onvertrouwen of zo in iemand. Dus ik vond dat niet zo eigenlijk. Ja, ik wou zeggen dat ik nog steeds een beetje raar vond van vorige ronde van geel. Zeg maar dat het twijfelde onschuldig of onschuldig. Terwijl je, als je een dorpeling bent, dan twijfel je daar niet over. Daar ben ik mee eens. Maar, mag ik het... ik zie hem iets naast staan op mijn stoel. Blauw, jij hebt ook gestemd. Ja, op zwart. Dat klopt. Dus ja, jij hebt ook zomaar op iemand gestemd. Dan wil je bij haar de schoenen schuiven. Nee. Ik heb nou dat wel. Ja, yes. Wacht even, werd op mij gestemd? Ja, ja. Dat heeft zij toen gedaan. Hoezo stem je op mij? Mag ik dat weten? Omdat ik jou verdacht vond, gewoon omdat jij mij niet beviel qua gedrag. Als iemand praat... Ja. Dan ben ik ook in gevaar, jongens. Dus als ik serieus bezig ben met het spelletje, met dit... Met goed nadenken over wie nou wie is, dan vind je mij verdacht. Ja, gewoon, je viel me op, maar dat is volgens mij wel vaker zo bij een game zoals dit. Dat als iemand die zeg maar veel praat, die wordt al gauw verdacht. Beetje zenuwachtig dat je zoveel beweegt? Hè? Huh? Oh ja, dat doe ik al de hele tijd, dus... Ik ga het stem uitbrengen, want ik vond het wel heel raar dat zij opeens helemaal... Tegenkeerde tegen zwart. Dat vind ik geen... Oké, dan ga ik meest... Laat mij maar naar beneden gaan. Ik stem op een andere kleurtje dat het gelijkspel wordt. We gaan niet zomaar iemand ophangen voor geen goede reden. Maar opeens wordt zij heel erg verdacht.
Welke kleur ben jij? Als ik... Welke kleurtje ben jij? Nee, dat is bruin. Bruin. Maar als ik eerlijk moet zeggen, ja, oké, blauw is een beetje verdacht, maar niet verdacht genoeg om stemmen, op, midden op de tafel te staan. Maar daar ga je net iets te extreem mee. Maar hij wil weer stemmen, dat is de tweede keer, hè? Tweede keer, net ook al. Nee, net heb ik serieus niet gestemd. Dit is mijn eerste keer. Naam? You liar. Je gaat wel naar beneden, maar je weet hoe jij hebt gestemd. Liar, liar, pants on fire. Dan lieg ik. Ja, Boekie, wie heb jij gestemd? Dat zul je maar zien. Waarschijnlijk mij. Sure. Oké. Er zijn weer stemmen gevallen en wanneer ik in de kist kijk, zie ik dat bruin op het matje geroepen wordt. Maar ik zeg alleen dat ik een beetje raar vond wat ze allemaal zei. Nou, ik vind wel dat het een beetje zo is dat hij wel de hele tijd zegt, ja, die is verdacht, dat hij wel alles naar de andere afschuift. Nee, maar dit is de eerste keer dat ik iemand verdacht stel, hè? Waarom ging je eigenlijk de vorige ronde naar beneden? Nou, ik wou stemmen, maar uiteindelijk heb ik het niet gedaan, omdat hij een hele goede reden had. Okay. Heb je bewijs dat je niet hebt gestemd? En twee afleveringen geleden moest je telkens elke ronde stemmen, dus ik was een beetje gewend. Oké. Ja. Ik zeg toch onschuldig. Ik zeg toch schuldig. Ja. Ik denk dat ik schuldig ga zeggen. Ik denk toch schuldig. Ik moet zeggen, je speelt serieus, dat merk ik. Maar je gaat te snel dingen verwachten. En dat denk ik toch wel dat jou dat best wel verdacht maakt. En daarom is mijn keuze gevallen op schuldig. Ook ik zeg schuldig. Ja, het probleem is, ik zeg schuldig, want je bent wel gevaarlijk voor spelers. Omdat je graag mensen wil ophangen. Dus dan heb ik je liever uit het spel. Same. Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar aangezien iedereen schuldig stemt, dan ga ik daar denk ik maar mee. Politiek ik kan niet correct. Echt meer verandering maken, dus. Ja, ik zeg ook schuldig. En met deze beschuldigingen nemen wij afscheid van Lasagna, speler Bruin. En dit was, tegen alle verwachtingen in, de beschermengel. Oh nee. De laatste woorden van de beschermengel zijn: nacht 1, ik bescherm niemand. Het lijkt me niet verstandig. Ik hoop dat iedereen het overleeft. Dag 2. Ze hadden een goede reden om niet te stemmen. Pickle Rick gaat volop op mij. Verdacht. Nacht 2. Ik heb het overleefd en heb besloten dit keer Grijs te beschermen, aangezien zij bijna dood was. Dag 2. Rood en Grijs heeft het overleefd. Hoop dat ik haar heb gered. Nou, slaap lekker allemaal. Ja, slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker. En met dat nieuws begint nacht 3. De wachter ontwaakt en besluit om speler Zwart zijn huisje in de gaten te houden. De held voelt de druk nu ook en wordt voor de eerste keer deze match ook wakker en besluit om op alert te gaan. De burgemeester is ook weer wakker en komt te weten dat speler Donkerblauw onschuldig is nadat hij deze speler controleert. En maar goed ook dat hij hierna weer snel vertrekt. De Alpha-weerwolf besluit namelijk deze nacht om speler Donkerblauw te vermoorden. En de moordenaar is ook weer op oorlogspad en besluit om Lichtgroen om te leggen. Helaas voor de moordenaar was speler Lichtgroen niemand minder dan de held die deze nacht voor het eerst op alert is gaan staan. En daarmee vermoordt de held de moordenaar en is speler Donkerblauw vermoord door de wolven en nemen we afscheid van de kwade dorpeling. Dankjewel, Ivan. Ik heb geen idee. Bedankt voor deze prachtige voice-over, Ivar. De kwade dorpeling is dus overleden, speler Donkerblauw. En dit zijn de laatste woorden. De kwade dorpeling is mijn rol, hahaha. De eerste nacht, het onweer vreselijk, bah, wat een scheidweer. Het lijkt net Nederland, de verleidster is dood, de dokter is ook dood. Geel stemt, bruin stemt, grijs stemt. Geel doet raar en heeft een twijfel. Ik vind het verdacht, maar ik laat het gaan. De tweede nacht, rood was de beta-weerwolf. We hebben bruin weggestemd en dat was een foute keus. We hebben de beschermengel vermoord. Nacht nummer 3. Had ik al verteld dat ik oranje moest doden? Nou, bij deze, ik werk er langzaam naartoe, maar het is wel lastig. Oranje praat bijna niet. Ik verdenk roze. Ik hou van je mama en kaas is lekker. En Kevin is bij. En dat kan ik niet ontkennen. Boeia! Daarnaast heeft de held in de nacht de moordenaar weten te vermoorden. Hey held? Yep. Jij bent mijn held.
Goedendag, strijders van het goede leven. Dit is de eerste dag dat ik hier aanwezig ben. Het dorp is interessant, maar de donder. Ik kan er niet door slapen. Slaap lekker, zou ik zeggen. Ik had gekozen om de verleidster te doden. Speler Grijs werd gekozen om op de tafel te gaan staan. Geel heeft gerandom stemd. Bruin zegt niet gestemd te hebben. Roze is serieus, maar kan geheime plannetjes hebben. Geel vindt Grijs verdacht, maar Grijs heeft overleefd. Het werd alweer nacht. Mijn keuze om dood te maken was rood. Ik denk dat hij een weerwolf was. Mijn keuze was correct. De Omega-weerwolf ging dood. Blauw verdenkt mij. Ik denk dat zij de kwade dorpeling is. Ik denk dat Geel de dorpsgek is. Wie weet? Welterusten. Zoals jullie misschien al merken ben ik de moordenaar. Ja, ik heb mensen gered. Ben er ook best wel tevreden mee. Roze is serieus. Ik denk dat ik hem ga doden. Misschien, misschien niet. Lees pagina 15 voor mijn laatste woorden. Goed, daar moeten we dan heel even naartoe skippen. Mijn laatste woorden. Hierbij, zoals jullie misschien weten, ben ik dood. Ik geef al mijn koekjes aan Mariska en Drew Games NL krijgt mijn Mytopia monies. Mijn naam is Mr. Cookie 13. Live or die trying. Wahahaha. Good luck, mate. Ja, dat waren Cookie, de laatste woorden. Die was wel aanwezig en ik ben blij dat hij dood gegaan is, want het was een moordenaar. Dus ja. Op zich heeft hij wel een punt over Geel. Die maakt zichzelf een beetje verdacht. Het is lastig, want Oranje zegt helemaal niks. Oh, maar jammer. Het kan ook nog zijn dat de boze inwoner, die zei van, nou, het is Oranje, maar ik vind, wie is er Grijs verdacht, zei ze volgens mij. Of zoiets. Misschien was het wel Grijs als nog een target. Wilt ze alsnog winnen? Dat is tactisch. Nou, de mensen die ik eigenlijk verdachte gisteren, die zijn nu dood. Dus ja, ik weet het nu eigenlijk niet meer zo goed. Nou, ik vind dat speler Roze, die zit nu wel iedereen verdacht te maken. Hè? En ja, dat kan hij ook gewoon doen. Dat hij dan zichzelf minder laat opvallen terwijl hij eigenlijk over praat. En dat wij dan met z'n allen op iemand anders gaan stemmen terwijl hij zelf de wil opnoemt. Ja, Roze is wel heel van aan het woord. Het kan zijn om ons allemaal te helpen. Het kan ook zijn om zichzelf minder verdacht te maken. Blijf een beetje. Nou, Roze praat heel erg veel, maar Paars die praat ontiegelijk weinig. Ik ben het helemaal eens met wat Eva zei. Roze die praat echt enorm veel. Het kan zijn om ons echt te helpen, maar het kan ook zijn om zichzelf... Ja, het is altijd niet zo slim om te stemmen. Zeker als er meerderheid in wolven nog zijn, want er zijn er nog twee. Maar oké, stem is stom, maar goed. Er zijn weer stemmen gegeven, maar als we kijken zien we dat er geen meerderheid is. Maar ik stem niet, want ik weet niet wie wat verder is. En ik wil nog een avondje onderzoeken, zeg maar. Dus ja, ik ga niet stemmen. Ik ga ook niet stemmen. Oké, wie zegt dat? Riff. Ik. Oké, Plantje op mij gestemd. Eva, jij ook? Jullie, op wie ben jij gestemd, Mickey? Ik heb op paars gestemd. En NL Girl Gamer? Ik heb ook op paars gestemd. Als de lookout nog leeft, zeg maar, degene die bij anderen kan kijken. Hoe heet dat hier, Kevin? De wachter. Kan kijken, toch? Ja. Als de wachter nou vanavond mij in de gaten houdt, hè? Ja, dan kan niet kijken wie bij mij komt vandaag. Want ik weet zeker, de wolven, die willen mij eruit vanavond. En Flounge? Wat? Ja, dus. Oké. Okay. gewoon een tip, hè? Tip van Flip. En na deze tip van Flip is er dus niemand opgeofferd en gaan alle spelers terug naar hun huisje. De wachter besluit om deze nacht niet naar Roze te luisteren en speler Paars zijn huisje in de gaten te houden. De held voelt zich veilig en die besluit om niet op alert te gaan. De burgemeester besluit om speler Paars te onderzoeken en komt erachter dat hij een weerwolf is. De wachter ziet wel dat de burgemeester speler Paars bezocht heeft, maar de wachter krijgt geen informatie over de weerwolf. De Omega-weerwolf besluit om speler Oranje verdacht te maken voor de burgemeester. Maar die is nooit bij speler Oranje op bezoek geweest. De Alpha-weerwolf besluit om ook speler Oranje aan te vallen vannacht. En daarmee sterft enkel speler Oranje. Dit was de dorpsgek. Ik vond hem niet zo gek. De dorpsgek heeft wel laatste woorden achtergelaten. Nacht nummer 1. Er is me niets opgevallen deze nacht. Hahaha, niet verwacht hè. Nacht nummer 2. Bruin heeft veel woorden. Misschien te veel. En daarmee eindigt het laatste woordenboekje van de dorpsgek, speler Oranje. Ik heb geen idee. Nog geen idee. Nog niet. Nou, normaal weet ik wel altijd wel iets te zeggen, maar
Dit potje maakt me wel een beetje... Ja, ik weet het niet zo goed, denk ik. Ja, ik heb er wat te zeggen. Nou, misschien denken jullie nu dat ik dit uit eigen belang ga zeggen. Oké. Maar ik vind dat Roze probeerde mij weer verdacht te maken. Dus dan ja, kan het weer zo zijn dat hij zichzelf dan weer onopvallend wil maken. Maar dat kan ook niet zo waar zijn. Bang, bang. I'm back and I'm bang. Blanche, jij bent een weerwolf. Want ik ben burgemeester. En hoe weet je dat zo zeker? Dat ik de burgemeester ben? Ja, en hoe moet ik dat geloven? Ja, zie je het zo heel simpel. Als ik doodga, dan valt er een boekje. Wordt mijn rol verteld. En dan zien ze allemaal dat jij weerwolf bent. Nou oké, ik ben benieuwd. Kijk, zie je? En dan gaat hij speciaal tegen mij. Maar luister jongens, let op. Als er nu niet gestemd wordt, er moet iemand opgehangen worden. En de... twee wolven overleven, dan winnen de wolven automatisch. Dus een 2-2. Dus, kan wel heel simpel. Het is een gokje, want hij heeft op roze gestemd, ik stem op paars. Nou, nogmaals, ervoor zorgen, er moet een meerderheid zijn. Als we dus, stel je voor, hè, ik zeg ik ben burgemeester, want ik ben echt de burgemeester. Stel je voor zometeen, ik ben dood bijvoorbeeld. Ja? En ik ben burgemeester. Dus een 2-2. Ja, dan gaat ze stemmen. Ja, dan komt er een gelijke stem uit. Maximaal. Ja, dan gaat die avond een van de burgers dood. Ja. En dan winnen de wolven. Want er zijn nog twee wolven. Dus, er moet iemand opgehangen worden. En ik zweer... Maar wie zegt dat jij niet de weerwolf zou kunnen zijn? Ik ben burgemeester. Ik wil het... Ja, oké, maar dat zeg je wel. Maar ik kan ook zeggen dat ik een burgemeester ben. Ik heb een broekje voor je die... Oh, dat mag ik niet lezen. Dat mag ik niet zeggen, hè. Je kan ook gewoon liegen in dat boekje. Oké, Eva DDG is onschuldig. Kan altijd nog een alfa zijn, hè. Dag 2, ja, Teun twee keer gezegd dat Teun een weerwolf was. Castloop is onschuldig. Ja, was dus degene die iemand anders wilde vermoorden. Dag 4, Flounch is een weerwolf. Er bestaat ook zoiets als een omega weerwolf nog leeft. Ja, maar nogmaals, er moet iemand nu echt opgehangen worden. Ja, klopt. Anders verliezen de speler, sowieso. Er zijn weer stemmen uitgereikt en als we in de kist kijken zien we dat de spelers speler paars op het matje willen gaan roepen. Wat is jouw defense? Ja, ik vind dat roze echt zichzelf heel verdacht maakt, maar dat vinden de anderen blijkbaar niet. Ja, okay. Door wat te praten? Ja, door telkens iedereen anders helemaal verdacht te maken. Nee, ik maak iemand verdacht. Ik zeg gewoon wat er gebeurt. Schuldig. Nou, ik vind het belachelijk hoe roze doet, dus ik ga gewoon zeggen onschuldig, want ja, ik vind dat je het overdreven doet in hoe je zegt van ja, ik ben de burgemeester en die is een weerwolf en zo, en ja, ik vertrouw het niet. Jongens, onthou hè, ik heb jullie allemaal bekeken en ja, kijk eens aan wie ik niet bekeken heb. Speler paars moet zich opofferen na de beschuldigingen van de medespelers en moet in de lava springen. Get down for what? En daarmee nemen we afscheid van niemand minder dan de Omega Weerwolf. Boom, boom, yes. Pick a rack. Uiteraard heeft de Omega Weerwolf nog wat laatste woorden. Mohaha, ik ben de Omega Weerwolf. Ik heb nu al zin om die burgemeester lekker verkeerde informatie te geven. Nu hopen dat mijn broeders Alpha en Beta het goede gaan doen. Ik vind het moeilijk om andere mensen verdacht te maken, dus ik hou me vaak stil. Helaas is mijn beta-broeder gisteren dood gegaan. Kill roze, zijn de laatste woorden. Er is nog alleen maar een alfa over, hè? Ja, dus heb ik niks onderzoeken. Ja. En daarmee start er een nieuwe nacht. De wachter besluit op deze laatste nacht om het huisje van speler Geel in de gaten te houden. Ze ziet dat de burgemeester speler Geel een bezoekje brengt. De burgemeester onderzoekt namelijk speler Geel en komt erachter dat speler Geel onschuldig is. De held wordt ook wakker en besluit voor de tweede keer op alert te gaan. Maar bij de held blijft het rustig. De Alpha Weerwolf heeft namelijk besloten om speler Roze af te maken. En daardoor sterft de burgemeester. De burgemeester is overleden en de burgemeester heeft wat laatste woorden. Ik ben Burgie Amati. Dag 1. Eva DDG is onschuldig, maar het kan altijd nog een Alpha zijn. Steunman is de weerwolf. Gasnoop is onschuldig. Eva kan alfa zijn. En Launch de handlanger. Amatskoos. Dag 4. Flunch is een weerwolf. Dag 5. Rivka. Als ik doodga door haar, zijn we fucked. Als zij de held was.
maar luister, gang, gang, gang. Wie verdenken jullie, spelers? Ja, ik weet eigenlijk niet of ik iets verdacht vind of zo, ik weet het niet. Ik ga ook spelen, ik ben de held. Wat Rolst dus zei dat ik de alfa ben, dat is niet waar. En ik wil heel graag winnen en ik weet dat als ik nu eruit wordt gestemd, dat we weerwolven hebben gewonnen. Maar als we nu, wat er ook gebeurt, als ik deze ronde overleef, dan kan ik de held, dan kan ik als held de weerwolf vermoorden. Nou, ik vind dat Geel nog steeds wel een beetje verdacht is, zeg maar, vanaf het begin. Ik heb de hele tijd een beetje geluisterd en Geel die is altijd zo... ze weten niet helemaal, maar tegelijkertijd kiest ze niet tussen schuldig of onschuldig. En zij was een beetje tegen Roze en Roze is dood. Ik was tegen Roze omdat Roze heel erg opstandig deed de hele tijd en zo en viel me te veel op. Maar... Toch zijn er stemmen uitgereikt en we gaan eens even kijken wat er in de kist ligt. 3 spelers over en de spelers besluiten om speler Geel op het matje te roepen. Speler Geel, wat vind je hiervan? Ik zou even wel willen zeggen van... Ja... ja, wat moet ik zeggen? Ik weet niet wat ik moet zeggen, ga maar gewoon stemmen. Schuldig. En daarmee nemen we afscheid van speler Geel. Ze springt in de lava, laat haar laatste woorden achter. En de spelers hebben zojuist de alfa weerwolf weten uit te schakelen. Yes! Yes! Lekker bezig. De laatste woorden van de alfa weerwolf waren: de eerste weerwolf is al dood. Ik hoop dat ik het zonder hem red. Veel mensen vinden me verdacht. Ik heb geprobeerd mezelf eruit te praten. We vermoorden donkerblauw. Hopen dat dit iets goeds oplevert. Roze verdenkt me nog steeds. Ook veel anderen vinden Roze verdacht. We hebben Oranje vermoord. We moeten Roze's vertrouwen winnen. Roze is een beetje een lullo. Eerlijk. Deze dag wordt mijn dood. Ben ik bang. En dat was dus ook zo. Roze heeft alles verpest. Nee, ik heb Roze heel erg nu vertrouwd. En toen ik, de vorige nacht, toen realiseerde ik al nog 2 alerts. En als ik de stemronde door zou komen, dan zou ik sowieso gewonnen zijn. Lekker gespeeld hoor jongens en meiden, dames en heren. Ik vond het een heel leuk potje. Al die mensen hebben wat tegen dokters. Vorige potje ook al. Ja, nu ben je dood. Oh nee. Bang. Ik ga schuilen. Wie van jullie wist eigenlijk dat we met rotjochie aan het spelen waren? Ja, ik dacht al. Ja, ik had het al zoiets door. Oh. Ik had echt niks door. Dat is een stem lekker heel veel. Ik merk niet taalgebruik. Amatsko. Ik ga stuk. Ik heb oh my god, ik had echt niks door, hè? Ik had het echt niet door. Nee. Toen ik ging chatten, maar... Ik ben het zo gewend om mensen zo over te halen, joh. Heerlijk, wie is de mopper, kijken ze dit gewoon. Ik vind het zo lekker. Mensen luisteren altijd naar wat ik zeg.